Voorafgaand aan de thuiswedstrijden van Ajax 1 wordt er gestreden om de Richard Witser-bokaal. Jeugdspelers proberen onder het toeziend oog van 50.000 fans zo vaak mogelijk hoog te houden. De winnaar gaat er vandoor met de bokaal. Vanwege de coronacrisis kon natuurlijk niet iedereen meer meedoen. Toch werd er nog iets georganiseerd in een haast leeg stadion, dat wel. De Shairo George met een persoonlijk record van 700 probeerde de 3610 keer hooghouden van Rishano Owusu te overschrijden. Welke wedstrijd zou jij eigenlijk mogen hooghouden? Tegen VVV Venlo. Maar ja, dat ging niet door. Nee. En wat dacht je toen? Ja. Ik had nog een beetje tijd om te oefenen. Ja, heb je veel geoefend nog? Ja, best wel. Natuurlijk geen wedstrijd, nee. Maar heel anders in het stadion. Wat vond je daarvan? Minder leuk. Waarom? Ja, gewoon toeschouwers leuker zijn als toeschouwers zijn het leuker is. Helaas lukte het Richano niet het record van Richano te verbreken, maar wel heeft hij zijn persoonlijk record verpulverd. Ik heb mijn record verbroken. Ja, dat ben ik blij om. En ja, dat is gevallen. Dat, ja. En zo mocht Richano Owusu de Richard Witser-bokaal in ontvangst nemen van niemand minder dan de naamgever hemzelf. Richano, gefeliciteerd! Oeh! Daar gaat hij al. Zet hem maar neer. Gefeliciteerd met de Richard Witser-bokaal. Ga eens even terug naar Ajax PSV, was het geloof ik, hè? Ja. Ja. Toen mocht jij hoog houden? Ja. En dat ging? Best wel goed. Ja, want? Ik hield het record en toen moesten nog een paar jongens. En toen kwam eigenlijk de coronatijd en toen moest Lichairo hoog houden. En die hield het record niet toen. Hoe schatte jij hem in? Nou, ik dacht dat hij minimaal 1400 zou halen. Okay. En was jij gespannen? Jij had, hoeveel keer had jij? 3610. Okay. Dat is wel heel veel. Maar ja, hij heeft wel kunnen oefenen natuurlijk in de coronatijd. Ja. Met wat voor gevoel zat jij net naar hem te kijken? Toen ik hoorde dat hij ongeveer boven 1000 was, was ik wel, schrok ik wel een beetje. Maar toen hij met zijn buitenkant ging, toen dacht ik al... Als hij nu doorgaat, dan is het best wel goed, maar toen liet hij hem uiteindelijk vallen. Het is jammer voor hem, maar ik ben wel blij dat ik het record heb. Ik werd van het veld afgehaald omdat de wedstrijd moest beginnen en als ik dan doorging, dan stond ik in de weg van de wedstrijd. Ja, dat kan niet. Nee. Baalde je daarvan? Ja, wel, want ik denk dat ik ongeveer misschien nog 100 tot 200 door kon gaan. Was je niet moe? Nou... Ja, in het begin, als je dan onder de 50 bent, kan je nog een keer. Als je dan boven de 50 gaat, dan moet je wel nadenken dat je door moet blijven gaan. En dan uiteindelijk boven de 2000, dan voel je geen spanning meer en dan gaat het gewoon prima.